De verkeerssituatie aan de Hankse Kerkstraat is inmiddels gewijzigd, inclusief de bloembakken die de gemoederen al sinds mei bezighielden. Ineens waren ze daar, de grote betonnen kolommen geplaatst door de gemeente als verkeersremmende maatregel en ook als pilot. Sommigen vonden het een prima maatregel, welke de verkeersveiligheid vergroot rondom de school en de winkels. Nog veel meer mensen waren niet blij met de betonnen kolossen. Zelfs de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder kwamen eraan te pas om de bloembakkerel in de kiem te smoren. Dat de snelheid en de verkeersveiligheid op de Jachtsloot en de Kerkstraat al vele jaren te wensen overlaat en aangepakt moet worden, daarin kunnen de wethouders van harte ondersteunen. En het belangrijkste denk ik is dat we iets doen wat we niet over een maand weer moeten zeggen van ja, hadden we het maar niet gedaan. Of over een jaar moeten zeggen hadden we het maar niet gedaan omdat er toch een groot deel last van heeft of wat dan ook. Een goed doordacht plan. En er zit heel veel kritisch meedenkende burgers in Hank. Ik denk dat die heel veel innovatieve opties ook daarnaast de gemeentelijke opties kunnen leggen. En dat we dan een hele goede oplossing kunnen maken. Dit is goed bedoeld, maar verkeerd gecommuniceerd. Ook anders dan u van ons gewend bent. De bloembakken kregen het zwaar te verduren. Zo werden ze niet alleen veel besproken, maar ook beklad, beschadigd, als onveilig en onhandig gezien en ook nog eens in brand gestoken. Uiteindelijk is er een oplossing gevonden. De gemeente Altena kiest voor de gulden middenweg. Nieuwe en kleinere bloembakken dus, inclusief een gezellig bloemetje.